ik wil heel graag af van het imago Sparta. Die vindt iedereen leuk. Maar in de sport, en zeker in het voetbal, is dat juist niet heel goed. Want dat betekent dat niemand rekening met je houdt. Henk Vreese, de laatste weken was het makkelijk, hè? Jullie wonnen iedere keer. Had je ook weinig reden om je elftal te wijzigen, ondanks dat er meer in zat tegen Groningen. Ga je nu wel je elftal wijzigen tegen Twente? Dat zal een beetje te maken hebben met de pijntjes die we toch wel hebben. En even kijken dadelijk naar het medisch overleg hoe de heren er echt voor staan. Je kijkt naar pijntjes, kijk je ook naar hoe mensen invallen. Doel ik bijvoorbeeld op Wouter Burger die goed inviel, dat hij misschien nu dicht bij een basisplaats is in Enschede? Ja, ik moet altijd naar het hele team kijken, dus ook zeer zeker naar Wouter Burger. Maar ik moest ook kijken naar het team wat tot nu toe de resultaten had opgeleverd. Gisteren ook weer naar behoren heeft gespeeld. Dus dat blijft altijd, wat is de juiste afweging om die te maken. Na afloop van een wedstrijd dan geven trainers vaak hun commentaar en dan kijken ze wel eens een wedstrijd terug en dan komen ze tot andere bevindingen. Was dat na Groningen ook zo? Kijk, van tevoren hebben we zoiets van, ik wil heel graag af van het imago Sparta, die vindt iedereen leuk. Maar in de sport en zeker in het voetbal is dat juist niet heel goed, want dat betekent dat niemand rekening met je houdt. Dus ik wil eigenlijk ervan af dat wij een gemakkelijke tegenstander zijn. Hè? En laten we eerlijk zijn, Groningen, en dat geldt ook voor Twente zometeen, dat zijn ploegen die het nu uitstekend doen. Dus we weten dat we daar een hele zware dobber aan zullen hebben. Maar ik wil een Sparta altijd hebben die strijdbaar is tot het einde. Ik denk dat we dit nu al een paar jaar laten zien. Maar als je kijkt naar met name dit seizoen, AZ 4-0 achterstand. Ik denk ook nu bij de wedstrijd Groningen 3-1 achterkomen. En nog steeds, en zeker ook de invallers, die rechten de rug en die gaan er nog steeds voor. Ja, dat is het minste wat we kunnen doen. Ook voor onze supporters die er helaas nog steeds niet bij zijn. Maar dat is het Sparta wat wij graag willen zien. En ook het type, als je kijkt naar de staf, dan past dat ook bij ons. En ik moet zeggen, we hebben een aantal fantastische spelers. Maar die doen ook gelukkig hun arbeid daarin. Dus dat betekent dat je steeds moeilijker te verslaan zal zijn. En daar moeten we keihard aan werken, want wij denken nog steeds dat we gewoon in het rechte rijtje ons zullen blijven bevinden. En daar moeten we zorgen dat we uit de gevarenzone blijven. Ik doe Twente tekort als ik zeg dat hun wapens met name bestaan uit Czerny en Danilo. Maar dat zijn wel toch de jongens die daar voor het gevaar zorgen. Zeker zo'n Danilo. Ga je dan toch met jouw centrale verdedigers aan de slag om uit te leggen hoe hij functioneert? Toch een ander soort type spits dan ze vaak mee te maken krijgen. Volgens mij houden Vriends en Heilen wat meer statischere jongens. Klopt dat? Ja, ik noem ze Run DMC, want het is Danilo, Menig en Czerny. Vroegere tijden. Nee, maar kijk, het is een hele gevaarlijke voorhoede. En jij zegt wel inderdaad dat mijn verdedigers, dat is denk ik een aanname, het makkelijker zouden moeten hebben tegen wat meer statische. Jullie meer duels aangaan. Ja, nou, ik moet zeggen, juist Veerman en ook nu tegen Larsen, daar hadden we het juist heel moeilijk tegen. Ik denk dat we nogmaals, het verdedigen voor ons is heel belangrijk, dat we een goede organisatie hebben staan. En dat geldt, denk ik, per definitie voor verdedigers die niet de snelheid hebben die aanvallers hebben. En dat geldt voor ons ook. Dat is misschien ook logisch. Dus ik denk dat wij goed moeten staan als team. Dat is denk ik het belangrijkste. Daarmee kunnen we die beide heren ook heel erg ontlasten. Abdou Haroui, hadden we graag voor de camera gewild. Zowel nu als afgelopen week. Maar hij wordt door jullie eventjes uit de wind gehouden. Hoezo is dat? Dat ligt vooral aan jullie. Omdat als wij met een basiselftal spelen, vragen jullie altijd naar de wissels. Ik begrijp dat wel, want dat is het leukste om dat scoort meer waarschijnlijk, hè? Of dat is interessanter. En nu begrijp ik het ook met Appie, hè? Gezien de interesse, gisteren de wedstrijd met Groningen, misschien een mindere wedstrijd van hem, maar daarvoor heeft hij een aantal fantastische wedstrijden gespeeld. Hebben we ook gevraagd? Ja, klopt. Maar we willen hem een beetje, kijk, het gaat nu om Sparta, het gaat niet om Appie Haroui alleen. Hij is een hele belangrijke pion voor ons en we hopen echt heel graag dat hij de tweede helft van het seizoen bij ons is. Maar we willen ook een beetje rust houden binnen de club, binnen de ploeg. En na de winter ervan uitgaande dat hij er nog steeds is, dan mogen jullie weer afvuren. Ja, ervan uitgaande, want we weten dus dat er interesse is, ook wel geïnformeerd vanuit België. Maak je je dan als trainer toch zorgen? Ik heb het gevoel dat Appie het goed naar zijn zin heeft. Ik heb het gevoel dat Henk er alles aan zal doen om hem te behouden voor de club. Kunnen we dat op langere termijn? Dat denk ik niet. Want daar ontwikkelt hij zich gewoon veel te goed voor. Maar ik hoop wel en ik ga er ook vanuit dat die tweede helft van het seizoen gewoon bij ons is. Er is natuurlijk nog een wedstrijd. Maar terugkijkend nu al op de eerste seizoen zelf en überhaupt het jaar 2020. Ik denk, dan vul ik het wel voor je in, dat dat
voornamelijk tevredenheid is geweest? We mogen zeker niet ontevreden zijn. Maar tevredenheid, dat leidt ook weer tot rust of afwachten. Of dat is niet helemaal goed in de sport. Dus we zijn niet ontevreden. Maar we zijn er nog lang niet. Ik ben blij dat we ons ontwikkelen, met name voetballend. Ik vind dat we ook steeds beter gaan voetballen. Dus wat dat betreft gaan we nog lang niet rusten, nee.